Oh, dat is gewoon een vlakke ponders. Maar is een tijd dat je nog tegen de Dutch gevochten hebt. Er is hier nog niets veranderd. Ik kan hem zo direct terug inleven, hè. Dutche hansworst. En de geur van mosterdgat. Neem me dan eens niet mee. Goedemorgen, korporaal. Goedemorgen, jong. Van welke slag is dat ereteken? Van de dingen, weer van de Hongvoorlog. Mag ik u allemaal hartelijk welkom heten op deze 11 novemberviering. De oudstrijders die vochten bij de slag van Merkzelen en die reeds van ons zijn heen gegaan, zijn Jacques Delfos. Oh, dat is niet waar. De wilde Maurice. Oh, die curieus nu. Waar waren die in 10 april? Gustave de Lange. Ja, ik ben ook niet langer getrokken. Sylvain van Genechten. Hé, Lava. Ik ben nog niet dood, hè? Oh, excuseer, korporaal van Genechten. Het pleger biedt zijn oprecht excuses aan. Allee, voor een keer is het goed. Sylvain! Is dat jij? Wie vroeg er mij dan? John Gainsbury. John? Maar hoe is het mogelijk? Hoe is het, jong? Ik dacht dat hij dood was. En I thought that you dood was. How got it? Wel, ja, jong, kijk hoe gaat het. Hij lijkt op dat hij ziet hem. Well, Sylvain, that's a problem. Is ben blind? Jong, dat is er nogthans niet aan te zien. Thank you very much. Dat doe je dit hier niet te benieuwd. Kijk, is hij blind? Hij zit in een karakje, kijk. Oh, well, you know what? Today, ik zal your benen zijn en you'll be my ogen. Oh, dat is weer goed, want ik kan kijk mijn weg hier toch blindlings. John, naar links, John. Naar links. Oh, niet te veel, niet te veel. Heb ik ze meer? Ja, sorry. Heb maar even duren. Wat is er in feite met u gebeurd? Well, do you remember die avond dat jij zo hungry was? En dat wij niks meer te eten hadden? Oh, dat was de laatste avond van de oorlog. Ik dacht dat ik sterven van de honger. Ik had 3 uren lang niet gegeten. Hij heeft toen door de vuurlinie naar de Duitse kamp geslopen om daar een blikje cornetbie voor u te stelen. Ja, maar we zijn wel niet binnengekomen, hè? Nee. Ik ben toen opgepakt geworden en gedeporteerd naar de concentratiekamp, waar ik 4 jaar stelen heb moeten kappen. Met blote handen. Oh, John, toch. En dat allemaal voor mijn onmenselijke honger. Honger, jong. Ja, hij heeft nog niet geleerd. Goed, hè? Can you mij een broodje passen? Natuurlijk, John. Wacht. Dat is niet tevreden, is dat? You can kill somebody with it. Dat is het al iets. Weet het nog? Yeah. Ready? Aim! En have we somebody geraakt? Ja, maar geen Duitsers. Ah, wij zijn van Duitsers. Ah, de smeerlaps. Hé, hey, John, daar waren je goede Duitsers ook. James Naft, Freddy Brecht, Rudy Karel, Steffi Graaf. Ik vond het niet, dat was de smeerlaps. Maar Steffi Graaf was een broodmetker. John, ga niemand nadoen en hij moet raden wie dat het is.
Hoe lukt het, hè? Weet je het al? Ja. Hubbels. Van hubbelen, hè? Oh, I know ook one. Ja? Yeah. Who's that? Ik weet het niet. Rommel. Rommel. We'll eat again. I don't know where. Ah, yes. How, Sylvain, do you remember that musket here in Merckzele by the Bevrijding? Oh, God, yeah, but I can't remember that thing again. Eva, with that short long hair. What color was she? Brown. Yeah, Eva Brown, yeah. Oh, yeah. And she was well foreseen? Yeah, volgens mij. Had ze een beetje 52. En wel dan, dat is geleden van de nolo dat ik nog zo gelachen heb. Oh, zou jij niet bij mij willen blijven? Ach, nou, Sylvain, ik ken dat niet. Ik moet back naar Engeland, naar mijn kleinkinderen. Oh, ja, kleinkinderen? Nou, die zou ik graag een keer willen zien. Wel, ik ook. Ik denk niet voor mij te lachen, nee. Hey, Sylvain, dat is nog een cadeauke voor jou. John, ik ben niet hier. Merci. Merci, John. Dat hadden we echt niet moeten doen. Ik ben echt benieuwd. Mijn douche is voor niet eens. Merci, John. John? John, wat zei je? Merci, John. Merci, John. But I know the sunny